Mensenrechtenactivist Stanley Rensch is gisteren gecremeerd. Hij overleed op 10 november op 84-jarige leeftijd. Rensch werd geboren in 1940 in Ganzé in het district Brokopondo, waar hij een diepe impact achterliet door zijn inzet voor mensenrechten en onderwijs. Tijdens de crematie gaf Herman Rensch, zijn oudste zoon, aan dat zijn vader zich ook op spirituele wijze voor bijna 60 jaar heeft verzet tegen het tijdelijke en de dood. Zijn tweede zoon vertelde op emotionele wijze hoe zijn vader was. In dat opzicht heeft Stanley letterlijk gepoogd om zichzelf een beetje te spreiden in het spirituele. Dat het hem mag bevallen. Rustig, Stanley. Iwens is mijn vader. Maar hij is als een vader voor vele anderen. En ook als een vader voor Suriname. Hij was veel dingen. Zorgzaam. Liefdevol. Sterk. Moedig. En onverschrokken. Hij was trots op zijn afkomst. En op wat de generaties voor hem hebben gedaan, bewerkstelligd. Vrijgevochten uit slavernij. Een plaats veroverd in het binnenland. Zich schaamde houden tegen de overheid. Zo kan ik het toch zijn op Stanley. En op zijn nalatenschap. Rensch werd een belangrijk voorvechter van mensenrechten na de moorden in Mooiwana in 1986. Hij richtte het bureau Mooiwana 86 op en pleitte voor gerechtigheid, waaronder de veroordeling van de Surinaamse regering door het Inter-Amerikaanse Hof voor de mensenrechten schendingen.